SOS Werkgeluk. In deze Shorties-reeks bespreken we allerlei uitdagingen op de werkvloer op basis van echte cases en reële vragen. Hoi, we kregen een heel boeiende vraag binnen van een van onze kijkers, van onze trouwe volgers. En die vraag luidt als volgt. Hoe weet ik of ik zelf als collega of als leidinggevende of ik toxisch ben in de ogen van mijn collega's of mijn medewerkers? Kim, straffe vraag. Wat doe je ermee? Hoe kan je die vraag beantwoorden? Ja, interessante vraag wel, want het is niet zo evident. Hoe weet ik het zelf? Nu, het feit dat je die vraag al aan jezelf stelt, zou ik misschien eventueel toxisch kunnen zijn? Dat is stap 1. Want dan ben je er bewust van dat jouw gedrag een effect heeft op anderen. En dat dat op een of andere manier goed of niet goed in het geval van toxiciteit kan zijn. Dus ik denk dat daar eigenlijk bij start, niet? Absoluut. Het bewustzijn is de eerste stap, ook de moeilijkste stap. En wat zien we heel vaak? Mensen die toxisch gedrag vertonen, die gaan heel snel identificeren. Ja, maar die collega. Ja, maar daar. Ja, maar mijn baas. Ja, maar die context. Dus die zoeken het heel vaak extern en die gaan zichzelf heel weinig in vraag stellen. Dus helemaal eens, Kim, het feit dat je die vraag al stelt, kunnen we denk ik zien als een positief teken, ja. Maar er is nog. Ja, ik denk dat je ook jezelf kan observeren in de situatie en eens afvragen hoe spreken mensen tegen mij? Welke feedback krijg ik terug tegen mensen? Kunnen mensen hun eigen mening zeggen? Of vind ik toch dat mijn eigen gedachte altijd het beste is? Kunnen mensen vragen stellen? Komen mensen vragen aan jou stellen? Het zou kunnen zijn dat je fantastische medewerkers hebt, hè, of collega's hebt die nooit vragen hebben. Maar dat is wel een teken. Hè. Als er nooit eens kan iets gevraagd worden van hoe werkt dat precies? Of hoe zie jij dat? Kan wel een teken zijn. Ja, ik denk dat dat vooral ook een teken is van kwetsbaarheid. Hè. Als we onszelf kwetsbaar durven opstellen, dat is een symptoom, een positief symptoom van psychologische veiligheid, dan wil dat zeggen dat mensen zich best wel comfortabel voelen bij jou. Dus toxiciteit, volgens die collega alvast niet. In dat kader voeg ik graag nog toe dat als mensen jou groeifeedback komen geven, dus als ze jou komen vertellen wat er goed gaat, leuk, maar vooral ook durven zeggen van kijk, maar hier zie ik een werkpunt, hier zie ik potentieel om nog beter te gaan werken in de toekomst. Ja, dat gaan we heel zelden, om niet te zeggen nooit, tegenkomen in een relatie waar de een de ander als toxisch beschouwt. Dus laat dat ook alvast een goed signaal zijn. Mm-hmm. Hebben we nog zo van die positieve signalen, Kim? Ik denk dat het ook nuttig kan zijn om gewoon medewerkers, collega's eens te bevragen. Hoe zie je mij? Wat vind je dat ik goed doe? Wat vind je dat ik moet stoppen met doen? Hè? Wat ik niet zo goed doe? Waar kan ik nog in groeien? We moeten ons daar tussen haakjes wel even bewust van zijn. Dat het altijd dat niet evident is. Hè? Als mensen zich niet psychologisch veilig voelen, gaan zij ook daar een sociaal wenselijk antwoord geven. Maar toch regelmatig is vraag van, ja, maar wat vind je eigenlijk van mij als collega? Hoe vind je het om met mij samen te werken? En dan ga je het woordelijk misschien iets te weten komen, maar je hebt altijd lichaamstaal ook. En die zegt dikwijls juister hè, wat er te zien valt dan enkel de woorden alleen. Alright, ik zou als ultieme tip ook nog willen meegeven, kijk ook eens rond. Wordt er gelachen als jij in de buurt bent? Gaan mensen lopen als jij aan het koffiemachine dreigt toe te komen? Ja, ook dat zijn allemaal tekenen. En dat stukje humor als er gelachen mag worden, samen met jou, zeer positief. Dus minder dreiging tot toxiciteit. Als je mensen ziet weglopen nog vooraleer dat je bent toegekomen, dan is het misschien eens hoog tijd voor wat meer introspectie. We kunnen nog even doorgaan, maar Kim, ik denk dat we wel een paar dingen geleerd hebben vandaag. Hè? Absoluut. Stel jezelf al eens gewoon de vraag, hoe zou ik overkomen bij collega's? Is er een risico dat ze mij als toxisch ervaren? Mm-hmm. Observeer wat voor feedback, wat voor reacties er jouw richting uitkomen. Stellen ze vragen, geven ze groeifeedback of helemaal niet. En vraag vooral ook af en toe feedback over jezelf. Voilà. En voor de rest, keep on smiling. Want humor, misschien wel het beste medicijn. En zeer besmettelijk. Dus go for it, zou ik zo zeggen. Ciao.